Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik in de studio zoals u ziet en ik heb een heel interessante gast. Ik ga vandaag praten met mevrouw Namita Ayodhya. Zij is helemaal bekend in de danswereld, maar heeft onlangs ook een heel prachtig project gehad. Zij heeft namelijk een boek geschreven. Straks gaan we alles horen over dat boek. Maar voordat we dat doen, is het natuurlijk goed om kennis te maken met Namita. Namita Ayodhya, wie is dat? Ik ben Namita Ayodhya. Ik ben mama van Dia en Drew. En ik ben getrouwd met Dharmesh. En de laatste 6 jaar, zeg maar, zijn we dus als gezin bezig met de dansschool, onder andere. Dans is mijn passie. Ik dans vanaf mijn 3e jaar. Dus alhoewel ik eigenlijk civiele techniek heb gestudeerd en ook daarin heb gewerkt hoor, in die branche, heb ik toch een aantal jaar terug besloten van nee, ik ga me gewoon volledig richten op de dansschool. Omdat dat me natuurlijk super blij maakt. Je hebt de support van je echtgenoot? Ja. Helemaal. Eerst was dat natuurlijk van mijn ouders, broertje, zuster. Nu is dus mijn echtgenoot erbij. En mijn dochter vooral, zij is 4 jaar. Zij vindt het geweldig om mee te doen met de danslessen. Nu we bezig zijn met voorbereidingen voor ons optreden volgende week, is laaiend enthousiast en dan wil ze met meerdere groepen dansen. Dus het zit in haar bloed. Dus jij bent begonnen op 3-jarige leeftijd, ja. En zij is 4 en ze is al helemaal erin. Ja, zij is eigenlijk ook begonnen hoor, toen ze 3 was. Maar ja, toen kregen we de COVID-periode was er, dus de dansschool sloot dan weer en dan weer open. Dus nu eigenlijk is ze echt begonnen, sinds het afgelopen schooljaar. Ja. En die dansschool heet? Namita Nritya Vidya Bhavan. Namita, dat is mijn naam. Nritya is de danskunst. Vidya is kennis. En Bhavan is leerhuis op school. Dus zeg maar Namita's school of Namita's dansschool, leerhuis van kennisoverdracht over de danskunst. Behalve dat de leerlingen komen dansen, dat is lekker ontspannen neem ik aan, krijgen ze kennis mee en worden ze verrijkt? Ja, want het dansen zelf, dus Bharatanatyam, is een Zuid-Indiaanse klassieke tempeldans, zo is het begonnen. Maar je krijgt veel meer dan alleen maar dans. Je krijgt ook een deel muzikale vorming. En omdat het een bepaalde relatie heeft tot het hindoeïsme, dan krijg je natuurlijk ook bepaalde verhalen mee over de goden, over de deities. En die leer je eigenlijk allemaal iets over normen en waarden. Dus je leert meer dan alleen maar echt het fysieke dansen. En je hebt het over een school. Betekent dat dat de leerlingen als het ware overgaan of examen moeten doen? Hoe zit dat? Kijk, op de dansschool heb je verschillende leerlingen. Je hebt leerlingen die echt helemaal into dansen zijn. Je hebt en echt verder willen gaan. Met verder gaan bedoel ik dus ook echt getoetst willen worden en misschien ooit ook een podiumdebuut willen doen. Dat is het Arangetram. Je hebt andere leerlingen die het geweldig vinden om gewoon als hobby te blijven doen. Toch gewoon recreatie. Je hebt ook een kleine groep leerlingen die eigenlijk begint omdat mama het misschien vroeger ook wilde doen of heeft gedaan. En zij moeten het dan leren kennen. En in de meeste gevallen zeggen ze van ja, dat wil ik ook doen. In sommige gevallen zie je dat kinderen dan gewoon andere interesses hebben. En dat is ook goed. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat een kind bezig is met any soort kunst of cultureel, iets dat deel is van ons cultureel erfgoed of muziek, dat vind ik gewoon heel belangrijk. En als het bij het Bharatanatyam is, nou mooi. Heb je veel leerlingen op dit moment? Ik heb op dit moment bijna 50 leerlingen. Ik moet zeggen, na COVID is het wel teruggelopen. Maar dat is begrijpelijk, want met de COVID-periode hebben we eigenlijk geleerd om meer met onze familie en vrienden bezig te zijn. Ja. Toch? Omdat je niet zo vaak naar buiten kon gaan. En het is ook mooi toch, dat die banden aangesterkt zijn. Dus mensen hebben een ander ritme gevonden in hun leven. Maar degenen die dus
echt van dansen houden, die zijn gelukkig gebleven. En jongens, meisjes of alleen meisjes? Overwegend meisjes eigenlijk. Op dit moment alleen meisjes. Helemaal in het begin van de dansschool hebben we wel jongens gehad, 3-4 jongens. Maar ja, de laatste tijd lijkt het niet zo interessant te zijn voor de jongens. En alleen maar Hindustaans meisjes of nee. Kan iedereen? Nee, ik heb echt jongeren, ik heb gewoon Surinaamse jongeren op de dansschool. Het grootste gedeelte heeft natuurlijk wel Hindustaanse roots. Maar ik heb gewoon leerlingen, gewoon jong Surinamers op de dansschool. Dat is mooi toch, want dan leren we elkaars cultuuruitingen kennen. En dan heb je een boek geschreven. Hoe kwam dat? Ja, dus de dansschool publiceert het boek. Aan het begin zei ik van, hey luister, ik kan dansen, ik kan dansles geven, ik kan choreograferen, maar ik kan niet schrijven. Dus ik belde toen Leo Victor, ik zei, hey weet je, ik wil een boek publiceren. Wat komt er allemaal bij kijken? Die verwezen me naar Marieke Visser. Ik legde haar uit wat ik allemaal wilde en ze dus toen een heel capabel en enthousiast team samengesteld. Zij is de redacteur, Claudette de Bruin is de vormgeving en Urita Chanawai, die is dus eigenlijk de schrijver. Gaandeweg zei Marieke van, weet je wat, probeer jij dit ook te doen. En ik heb dus 2 hoofdstukken heb ik dan gedaan en 2 hoofdstukken heeft Urita gedaan. Ja, hoe lang heeft dat geduurd? We zijn 2 jaar bezig geweest. Ja, 2 jaar terug. 2 jaar terug ben ik dus gestart eigenlijk. Ik zeg van, hé, ik wil dit gaan doen. Maar ja, het duurt natuurlijk even om de fondsen binnen te krijgen. Dan de COVID-situatie natuurlijk. En eigenlijk zou het boek dus vorig jaar gepubliceerd moeten worden in verband met het 20-jarig bestaan van de dansschool. Maar 21 jaar is ook een mooi getal, dus we doen het gewoon dit jaar. Alles op zijn tijd, niets gebeurt zomaar, daar ben ik van overtuigd. Dus volgende week, dat is vrijdag 12 augustus, hebben we dan de boekpresentatie. Hoe heet dat boek en waarover gaat? Het boek heet Kul, Roots and Fruits. Kul is een woord, een Hindi woord, wat zowel gisteren als morgen betekent. Vandaar ook roots en fruits. Toch? We doen een terugblik en we kijken naar Bharatanatyam. Hoe dat is ontstaan, hoe dat is geïntroduceerd in Suriname. De ontwikkelingen hier in Suriname en dan natuurlijk wat dromen en toekomstwensen. Dat is dus allemaal in het boek samengevat. We blikken natuurlijk ook op de dansschool. We kijken van wat heeft de dansschool allemaal gedaan tot nu toe in die 21 jaar. Welke mijlpalen hebben we gehad. Ook de rol van dans voor mij wordt erin beschreven. Er is ook een behoorlijk stuk over mijn lerares. Want Madhuri Jagmohan Tsai heeft dus Bharatanatyam duurzaam geïntroduceerd in Suriname. En terwijl we onderzoek deden voor het boek, toen zagen we dat er in 1962 al een Bharatanatyam optreden hier was. Ja, dat wist ik dus niet. Dat ben ik dus echt pas erachter gekomen toen we met het boek bezig waren. En dat staat dus allemaal in het boek, want ik heb dus door de jaren heen gemerkt dat jongeren heel snel naar het internet gaan om te zoeken naar informatie over Bharatanatyam voor hun scriptie of spreekbeurt. Vroeger kwamen ze vaker naar de dansschool om die informatie op te vragen en die gaf ik dan. Maar met de toegankelijkheid van het internet zoeken ze dan snel op het internet, maar er staat niets of heel weinig over Bharatanatyam in Suriname. Dus ik dacht van nee, laten we gewoon het Bharatanatyam verhaal van Suriname vastleggen. En laten we dat dan toegankelijk maken voor de huidige en toekomstige generaties. En verschilt het verhaal, het Bharatanatyam verhaal van Suriname, verschilt het van dat van India? Het is ontstaan in India. Dus in het boek beginnen we ook daarmee, hoe het in India is ontstaan. En de ontwikkelingen, die zullen in elk land anders zijn. Toch? Het hangt helemaal af van degene die in het land bezig is, op welke manier zij bezig zijn ermee. Scholen ze zich verder, ja of nee? Zijn ze alleen maar uitvoerend danser of zijn ze ook bezig met overdracht? Dus dat verschilt sowieso van land tot land. In Suriname kennen wij de Guru Shishya Parampara en dat is dus een manier van overdragen van leraar op leerling. Het is gewoon mondeling en wat de lerares kent of leraar, dat leert niet aan de leerling.
Terwijl je in India en ook buiten India, hoor, heb je nu echt van de instituten die bezig zijn om Bharatanatyam aan te leren. En dat gaat dan echt met een bepaald curriculum. En dat is dus ook weer een ontwikkeling in de Bharatanatyam wereld, zeg maar. In 2019 ben ik ook begonnen om een curriculum in te voeren. Ik ben 2 jaar bezig geweest om dat in mijn hoofdvorm te geven. En uiteindelijk een proefperiode in 2019 zijn we begonnen daarmee. 4 maanden later kregen we de lockdown met COVID. Dus zeg maar het afgelopen jaar ben ik dan weer daarmee gestart. Het afgelopen schooljaar. 12 augustus vindt de presentatie plaats. Ja. Hoe zal dat geschieden? Op open of wildsober? We zijn een dansschool, dus we gaan ook dansen. Het is een boekpresentatie, maar de leerlingen van de dansschool die zullen dus ook optreden. En het wordt dan 1 lopend programma. Daarna hebben we informeel samen zijn. Degenen die nog een boek wensen aan te schaffen, kunnen dat dan op dat moment doen. Pre-orders zijn welkom, want afhankelijk was het boek dus gepland voor 84 pagina's. En op een gegeven moment, vorige week nog in 2 weken terug, zei Marike van, hey, weet je, er is genoeg informatie, hoor, om er 124 of 128 pagina's van te maken. Goed nieuws natuurlijk, want dat wil zeggen dat ons cultureel erfgoed werkelijk zo rijk is om dit allemaal vast te leggen. Dus ja, we waren financieel eigenlijk rond voor die 84 pagina's. We hebben echt hele spontane respons gehad uit het bedrijfsleven. Maar voor die overige 44 pagina's moeten we dus echt weer even snel kijken van hoe gaan we dat klaarspelen. Maar pre-orders helpen ook. Degenen die geïnteresseerd zijn om een boek aan te schaffen, die mogen dat van tevoren bestellen. En die krijgen dan een uitnodiging om bij de boekpresentatie aanwezig te zijn. Ja. Dus het publiceren gaat niet zo makkelijk, hè? Veel hoge kosten. Ja, hoge kosten, omdat er in Suriname ook niet zoveel geschreven wordt. Dus de markt is gewoon heel anders dan in andere landen. Toch waar er wel veel geschreven wordt en wel veel gepubliceerd wordt. Dus, maar ja, voor ons is gewoon als team, weet je, we werken super prettig met elkaar. We weten dat we een mooi product hebben. Nu willen we gewoon heel graag dat het product ook gewoon toegankelijk is voor een ieder. Wat we dus ook echt stimuleren is als er mensen of organisaties of bedrijven zijn die zeggen van, hey, ik wil bijvoorbeeld 10 boeken of minimaal 10 boeken kopen bij jullie. En dan kost het $30 per stuk in plaats van $35 per stuk wanneer je dat voor jezelf zou doen. Als je het wil schenken aan scholen of bibliotheken, dan mag dat. En dan zou je kunnen overwegen om het zelf te schenken aan de bibliotheken of scholen, of het kan ook via ons gaan. En dan doen we dat gewoon uit naam van die organisatie of dat bedrijf. Zodat de informatie werkelijk overal beschikbaar is. Dat zou net mijn volgende vraag zijn, van wie je doelgroep is. Maar nu hoor ik dat je ook praat over scholen, bibliotheken, dus breed. Heel breed. Kijk, de dansliefhebbers, ik denk dat het wel echt een zeg maar een soort collectors item is. Toch? Om te hebben, als je van dans en kunst en cultuur houdt, omdat daar gewoon alles in staat. Het gaat ook niet alleen maar om mij of mijn lerares bijvoorbeeld. Iedereen die haar podiumdebuut heeft gehad in Bharatanatyam, haar Arangetram heeft gehad, die staat ook vermeld in het boek. Omdat ik het belangrijk vind dat het boek van literaire waarde is. Al het onderzoek dat is verricht is ook gewoon gegrond geweest. Zodat het boek gebruikt kan worden voor scripties, voor spreekbeurten en gewoon een waardige bron is, zeg maar. Tot slot, en hoe kwam je op het idee? Want eigenlijk, ja, je was met de dansschool, maar waarom plotseling een boek? Kijk, in 2019 heeft mijn lerares een herseninfarct gehad. En de eerste gedachte die in me opkwam was, o jee, alle kennis, alle verhalen, alle ervaring die ze heeft opgedaan door de jaren heen. Ze is heel goed gerecoverd, ze is heel goed recovered, maar het heeft me wel aan het denken gezet. Toen, ik dacht van, nee, weet je wat, misschien moeten we beginnen om het Bharatanatyam verhaal van Suriname vast te leggen.
Om het gewoon beschikbaar te hebben, terwijl we nog gewoon wij zelf het kunnen navertellen. Zeg maar, ik ben tweede generatie, zij is eerste generatie. Dan denk ik, nee, weet je wat, laten we het gewoon op dit moment vastleggen, zodat het gewoon nog vele jaren nou ons beschikbaar is. Want ik zie dat er ook voor andere muziekgenres ook onderzoek wordt gedaan. Heel goed. Want soms, we zien die dingen en het gaat aan ons voorbij. We weten niet hoeveel waarde eigenlijk sommige dingen hebben. Dus dit is een goed initiatief. Ja, klopt. Want kijk, kunst- en cultuureducatie, dat is ook een groot voornemen om te introduceren op de basisscholen. En als we de dingen al hebben onderzocht, al hebben vastgelegd, dan gaat het gewoon veel makkelijker om de kennis over te dragen aan onze jongeren. Ja. En heb je ook het directoraat cultuur benaderd? Misschien kunnen zij ook ervoor zorgen dat dat boek op die scholen terechtkomt. Ja, de huidige directeur, Roselien Daan, die is er razend enthousiast. Maar ja, voor het directoraat cultuur heb ik ook de gelijknamige documentaire gedaan. Een paar maanden terug. En die documentaire was een driedelige documentaire, ook al Roots and Fruits. En dat ging dus ook over Bharatanatyam, het verleden, het heden en de toekomst. En toen ze hoorde dat ik dus ook met een boek bezig was, toen zei ze meteen van, weet je wat, ik ga kijken welke mogelijkheden ik heb om dit ook gewoon goed en wijd aan te pakken. Kan men een broodje verdienen met dansen? Ik denk het wel. Als je tevreden bent, dan wel. En dus die boekpresentatie vindt plaats in Assyria Highrise. Maar is het alleen voor genodigden of mag ik ook binnenstappen? De boekpresentatie is dus, het gaat over het boek. De sponsoren van het boek, die hebben we natuurlijk allemaal uitgenodigd. Kennissen en personen uit de kunst- en cultuurwereld hebben we ook uitgenodigd. De gezins- en familieleden van de leerlingen, die zullen natuurlijk ook aanwezig zijn. En voor de rest, ieder die een pre-order doet voor het boek, die wordt ook uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het is geen commercieel event. We verkopen dus geen kaarten. Degene die een boek kopen, dat zijn de mensen waarvan wij zeker weten dat ze het belang en de waarde van ons cultureel erfgoed kennen. En die zijn natuurlijk welkom. Als er anderen zijn die ook aanwezig willen zijn, dan zouden zij dus in de eerste plaats moeten begrijpen dat het gaat om een boekpresentatie met optredens. En niet een dansschoolproductie zoals we normaliter doen. Want sinds de afgelopen 12 jaar, zeg maar, hebben we echt steeds uitverkochte zalen gehad bij onze dansschoolproducties. En ik wil natuurlijk mensen niet teleurstellen door ze de hoop te geven dat het weer een dansschoolproductie is, terwijl het eigenlijk gewoon een boekpresentatie is. Met optredens van onze leerlingen hoor. Maar die nuancering moet dus wel duidelijk zijn. De boeken worden gesigneerd? Wij zijn daar. Dus ieder die dat wil, nou, die krijgt ook een lief bericht van ons in het boek. Maar, dus je eerste pennenvrucht. Samen met de anderen. Maar komen er meer? Laten we hopen van wel. Laten we hopen dat en dat zag ik ook hoor, in het laatste hoofdstuk, een blik vooruit, zag ik ook van, ik hoop dat wat ik nu als dromen en als wensen heb voor de danskunst, dat er een moment komt dat ik zeg van, hey, dat iemand dat leest en denkt van, hey, maar dit is al vervuld. Dus laten we zeggen dat dat over 10 of 20 of 30 jaar is. Nou mooi, dan kunnen we nog een boek schrijven. Zo lang? Niet over 2, 3 jaar? Nee, ik denk het niet. Omdat we natuurlijk ook de danskunst, en heb ik niet alleen maar over de Hindustaanse danskunst, de Bharatanatyam danskunst, maar ik denk dat we ook gewoon de tijd en de ruimte moeten geven om te groeien erin, om te werken ermee. En dan hebben we veel meer om vast te leggen in een volgende publicatie. En wie zal de presentatie verzorgen? De presentatie die avond wordt gedaan door Natasha Ramnat. Dat is een nicht van mij. Die kent mij mijn hele leven lang. Dus ik wilde ook gewoon heel graag iemand hebben die los van de waarde van ons cultureel erfgoed erkent, dat die persoon mij ook kent.
Haar dochter heeft ook gedanst op de dansschool. Zij heeft ook een paar jaartjes katek gedanst met mijn nicht. Dus het is in goede handen bij haar. Die research die jullie hebben gedaan, was het makkelijk om aan de informatie te komen of hadden jullie toch wel wat uitdaging? Wat onderzoek betreft, kijk, een groot deel van het verhaal, zeg maar, dat ken je. Door die Guru Shishya Parampara heb ik het natuurlijk mondeling overgedragen gekregen door mijn lerares. Maar als je het nou wil vastleggen in een boek en je wil dat het boek een bepaalde literaire waarde heeft, dan moet alles gedoublecheckt worden. Dan moet je weten dat wat daar staat, waarvan jij denkt van ja, zo is het, dan moet je dat gewoon allemaal dubbelchecken. En dan pas wordt het vastgelegd in het boek. Voor de rest heeft Eurita heel veel interviews gedaan. Los van met mij ook natuurlijk mijn ouders, mijn man, leerlingen, ouders van leerlingen, sponsoren die ons door de jaren heen, die de dansschool door de jaren heen hebben ondersteund. En dat heeft er dus allemaal weten samen te brengen. Ja. Dus het is niet een boek alleen over geschiedenis, maar ook een lekker interactief, een heleboel nieuwe dingen ook erbij. Ja, ja, er komen een aantal mensen aan het woord om eigenlijk het juiste gevoel te geven van hoe het er op de dansschool ook aan toe gaat. En wat de dans en de dansschool voor hun betekenen, voor hen betekenen. En in het eerste deel is het vooral gewoon het ontstaan van Bharatanatyam, de ontwikkelingen door de jaren heen en de introductie ervan in Suriname. En je had het er nog over van de 44 bladzijden moeten nog gesponsord worden. Waarom, hoe zit dat? Hoe gaat dat toe in de praktijk? Publiceren van een boek en het gesponsord krijgen? Kijk, wanneer je een boek wil publiceren, dan... Het hangt natuurlijk ook af van hoe je dat voor ogen hebt. Hoor. Ik wilde het gewoon helemaal mooi en precies zoals het moet. Dus vandaar dat ik dus Leo Victor gewoon rechtstreeks heb benaderd met een vraag om informatie. Ik ben super blij met Marieke en haar begeleiding en visie. Ik weet dat het in goede handen is bij haar. Het team is helemaal enthousiast. Maar het kost tijd. En al met hoeveel plezier en met hoeveel passie je bezig bent erin, als je je hebt verdiept in iets, dan moet je ook gewoon vergoed worden daarvoor. En zowel de schrijver als de redacteur, als de vormgever, als de drukker, die hebben dus kosten. Toch? En dat hebben we dan in een begroting gezet. En dan hebben we dus het bedrijfsleven benaderd om ons daarmee te helpen. Weet je, als je kwaliteit wilt hebben, dan moet je ook niet bang zijn om ervoor te betalen. En dan moet je dat ook gewoon met plezier doen. Je moet erkennen dat mensen bepaalde kwaliteiten bezitten, dat mensen een bepaalde kwaliteit leveren. En je moet ze daarvoor dan die grani geven, toch? Het is hun werk. Dus je moet gewoon netjes betalen, vind ik. Ja. Maar het is natuurlijk mooi dat we uit het bedrijfsleven dan ook gewoon personen hebben die beseffen hoe belangrijk dit is om het vast te leggen en die ons dat gewoon hebben ondersteund. En zeggen van oké, dit stellen wij beschikbaar. Dus nog de laatste 44 pagina's, dat zal zeker voor 12 augustus rond zijn. Ja, dat is, we hebben in de vorige week hebben we dus snel weer een ronde gedaan met sponsoraanvragen. Mm-hmm. En we hopen dus deze week dat ook weer te finalizen. Morgen overmorgen als dat kan. En daarnaast zijn het natuurlijk de pre-orders die ook heel erg gaan helpen. Personen, organisaties, instanties die zeggen van hey, ik wil een aantal boeken afnemen en dat schenken aan scholen. Weet je, het is ook leuk als je bijvoorbeeld, ik heb mij bijvoorbeeld voorgenomen, de scholen die ik heb bezocht, daar wil ik wel een boek aan geven, toch? En als er andere personen zijn die zeggen van ja, ik besef hoe belangrijk het is om deze informatie toegankelijk te hebben. Dus ik ga ook schenken aan scholen of bibliotheken. Nou, dan is dat super. Nou, Namita, mag ik je heel veel succes toewensen. Wat zeg je tot slot tegen de kijkers? Of misschien zijn er een heleboel ouders en vaders, moeders daar die hun kinderen op een dansschool willen zetten. Wat zeg je tegen ze? Nou, dan zijn ze welkom.
Ik start in oktober met nieuwe groepen. Nu bereiden we voor onze presentatie de volgende week. Dan hebben we de grote vakantie. Vanaf oktober beginnen we met de nieuwe groepen ook. Dus aanmeldingen kunnen vanaf september. Iedereen is welkom. En dan ja, voor een ieder heb ik dan de volgende boodschap. En het is heel kort, dat zeg ik veel vaker. Keep dancing! Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel heeft u me gezien met Namita Ayodhya. Heel interessant, waar we hebben gesproken over de danswereld. We gaan nu overstappen op een heel ander onderwerp. Want ik heb een even interessante gast. En dat is een jongeman die het ver heeft geschopt. U wil zeker weten wie dat is? Oké, we stellen hem zo aan u voor. Ik sta hier met niemand anders dan Gil Belfort. Gil, welkom in Gesprek Met. Dankjewel, fijn dat je mij wil uitnodigen. Ja, je bent terug bij je oud huis, hè? Dat klopt. Ik ben hier zeg maar zo'n 25 jaar geleden, 30 jaar geleden. Mocht ik hier zo mijn eerste presentatie gezicht laten zien. En dat was allemaal fantastisch. Ik kreeg op een gegeven moment een belletje. Ik zat ook bij de SRS en ik werd gebeld door Ludwig Dirks, die mij ook naar de omroep gehaald heeft. En hij zei van, luister, we gaan een televisiestation beginnen en ik wil je hier zo binnen hebben. En zo is het gegaan en heb ik jarenlang, voordat ik naar Amerika vertrok, ik kreeg toen op een gegeven moment een beurs, heb ik jarenlang hier zo jong Suriname mogen entertainen met ATV Top 10. Ja, de mooiste clips van de wereld. Absoluut. Maar hoe was het, je eerste programma? Hoe ging dat toe? Laat me zo, ik was in goede handen. Je had los van Ludwig, die ook heel veel ervaring had opgedaan. Had je Raoul Wijngaarden, die was mijn regisseur. En die wist ook heel veel af van presenteren. Mm-hmm. En, dus het was een periode van rehearsal op rehearsal. En ik meen dat we na 3 maanden, dat we dan wel zo ver waren om dan uiteindelijk echt met het programma in de lucht te gaan. Ja, en dus, daarna was het woem. En daarna was het, woem. Ja, want ik weet het nog, dat mensen daarover spraken. En dat inderdaad het een programma was voor jong Suriname. Ja, ik was vrij jong. En er was heel weinig voor de jeugd. En dat ondervond ik dus zelf ook. En op het moment dat ik de kans kreeg, dacht ik van oké, dan gaan we zoveel mogelijk doen voor jong Suriname. Absoluut. Nou. En toen kreeg je een beurs. Ja. Ik kreeg op een gegeven moment een beurs en dat heeft ook weer allemaal te maken met, ik ga niet zeggen door de successen van mij, maar ik was ook op een gegeven moment, ik wilde wat meer dan wat ik al kende. En ik heb toen op een gegeven moment aan de heer Jules Wijnenbos gevraagd van als hij ervoor zou kunnen zorgen dat ik buiten Suriname ging om verder te studeren in broadcast journalism. Mm. En hij heeft het een en ander bekeken en ik meen dat het volgens mij na 1,5 jaar was het dan zo ver dat ik kon gaan. En dat heb je gestudeerd? Broadcast journalism? Broadcast journalism aan de University of Miami. Ik moet zeggen dat ik het niet af heb gemaakt. Oh. Waarom? En er kwam een nieuwe regering. Oh. Oké. Okay. Er kwam een nieuwe regering. En wat gebeurde toen? Hebben ze je teruggehaald of zo? Ja, de school was te duur. Oh. Ik moest toen terug. Oh, wat jammer. Dat is heel jammer geweest. Maar in ieder geval heb je heel veel ervaring en kennis daarop gedaan. Klopt. Dus je kwam terug.
Wat gebeurde er toen? Welke kant ging je op? Oké, ik moet eerlijk wel zeggen, ik ben vrij kort in Suriname gebleven. Kijk, als je een hele tijd een bepaalde stijl van het vragen stellen, het maken van items heb geleerd in het buitenland, dan wil je dat ook overbrengen hier. En ik kreeg de kans dus niet om... Oh. Kijk, wat vele mensen vergeten of niet eraan denken, is op het moment dat je in beeld bent, dan ben je in beeld voor de mensen thuis, maar je bent ook in beeld voor jezelf, om jezelf kenbaar te maken of populair te maken of bekender te maken dan Suriname, zodat mensen buiten Suriname jou ook zien. Yes. Want ATV die had, er was een programma, ik ben de naam heel even kwijt, maar het waren de Caribische landen die maakten een programma. En dat moest Suriname ook aan Caribbean Newsline, zo'n programma. En je moet jezelf laten zien. En ik bedoel, als je buiten Suriname gezien wordt, dan kan er ook nog weer iemand belangrijker zijn. Iemand van CNN, iemand van ABC, iemand van NBC, die jou ziet. En ik men begreep mij op dat moment niet en toen ben ik ook, heb ik Suriname ook verlaten, omdat ik in Nederland dan wel die mogelijkheid kreeg. Was je daar ook in de media? Ik was bij Veronica en daar zat ik, was ik executive producer van Veronica Goes To. Dat is een reisprogramma en dan ga je de wereld rond en dan maak je zeg maar... Het was een puur commercieel programma. Je komt naar Suriname, je laat de mooiste plekken zien van Suriname. Mm-hmm. En Suriname betaalt dan ook voor het programma. En dan wordt het in Nederland uitgezonden, nog net voordat de vakanties beginnen. Ja, maar wat mij altijd gezegd is, je komt niet zo makkelijk bij een Nederlands medium. Heeft het feit dat je in Amerika hebt gestudeerd daartoe geleid? Onder andere. Mm-hmm. Onder andere. En... Het is ook een stukje mazzel hebben. Het was ook die periode dat de Nederlandse regering ook erop stond dat een bepaald, ik zeg maar wat 3% van je mensen moest bestaan uit iemand buiten Nederland. Dus dat was ook een stukje mazzel. Je ging dus op het juiste moment. Ik ging ook op het juiste moment. Oké. Okay. Nou, dus dat programma heeft je al overgebracht. Al overgebracht. Maar je bent niet daar gebleven. Nee, Veronica die kreeg een andere structuur. En heel mooi. En het is te mooi om dat het waar is. Maar we hadden opvulling nodig voor het programma. Mm-hmm. Dus toen zei een van de jongens van laten we kijken wat de mensen allemaal meenemen uit de landen. Mm-hmm. En daar zag je van, een van de keren toen wij hier in Suriname waren, zag ik van, hey, men neemt altijd weer een flesje ketchup mee, men neemt altijd weer een parbo bier mee, men neemt altijd weer cassavebrood, pindasambal. En toen is het idee ontstaan dat ik een eigen bedrijf ging beginnen. Mm-hmm. Met levensmiddelen en nu inmiddels van over de hele wereld. En hoe lang bestaat dat bedrijf? Nu 15, 20 jaar. Wauw. Om en daarbij 20 jaar. Je hebt het volgehouden. Want vaker horen we bedrijven starten op en na verloop van tijd hoor je niks meer. Je hebt het 15 jaar volgehouden. Ik heb het 15 jaar en ik zal het nu nog jaren volhouden. En ik denk dat wij op een punt staan dat als mijn dochters, ik heb twee dochters, Chanel en Megan. Als zij zo ver... Ja. Als zij zover zijn of als zij dat willen, dat zij het bedrijf, dat zij het bedrijf overnemen. Het is niet meer een bedrijfje, het is echt een bedrijf. En dat hoe staat. Je dat bedrijf? Gewoon Belfour Imports. En dat is ook weer een stukje van bekendmaken. Ik ben Belfour en dit is mijn bedrijf. Yes. Alle bedrijven hebben ups en downs. Laten we bij de ops beginnen. Wat waren de mooiste momenten voor jou?
de mooiste momenten. Ja, een van de mooiste momenten. Ik denk dat het merk Badia of Badia bekend is. Dat zijn kruiden. Kruiden, ja. Het zijn kruiden. Ik zat met mijn vrouw en Chanel en Megan zaten we op, in Miami. En ik werd toen gebeld door meneer Badia, dus de eigenaar. En ik zeg van, ik sta op de airport. En hij zei van, nou nee, je gaat nu op dit moment nergens. Ik stuur mijn chauffeur om je op te halen. En we gingen weer terug. Mijn vrouw die ging met onze dochters naar het hotel. En ik ging naar meneer Badia. En hij zei van, ik wil dat jij mijn officiële distributeur van Europa wordt. Zo. Dus dat zijn een van de leuke dingen. Absoluut, dat zijn een van de leuke dingen. Iets dat ik nooit kan vergeten. Ja. En de down? Dat is ook weer iets moeilijks om te zeggen, een down-periode. Omdat ik mij telkens ook weer probeer, zo snel mogelijk weer probeer, niet te blijven zitten op dat moment. En juist lessons learned. En move on. Inderdaad, je zegt het helemaal mooi. Je zegt het helemaal mooi. Waaraan ik wel een hekel heb. Ik heb een paar Surinamers binnen mijn bedrijf die zich fantastisch houden aan de regels. Maar waaraan ik een hekel heb, is wanneer mensen laat komen. Oeps, ja. Want je weet dat dat altijd van Surinamers klopt, zegt, klopt, wat? Klopt. Wat was het weer? Surinamers zijn altijd laat. Ze zeiden, was ALM, altijd laat. Altijd laat. Nou, maar de mensen die voor mij werken, die houden zich heel keurig. Ik heb een divers bedrijf. Ik heb niet alleen Surinamers. Ik heb ook Marokkanen. Ik heb ook gewoon Nederlanders binnen mijn bedrijf. Dus, Hoe groot is je personeelsbestand? Ik heb 6 man werken. Maar in principe is het meer dan dat. Omdat wij veel werken met koeriers, met jongens die, laat maar zo zeggen, ja, met koeriers onder andere. Okay. Want het is altijd goed, want dit noem ik een succesverhaal. Dat wil zeggen, er zijn Surinamers die weg zijn gegaan en het goed doen. Klopt. Het kan. Maar als je het wil. Hoor je, oh nee, het lukt niet. Ja, grappig is het. Als ik bezoek krijg, dan komen de mensen binnen. Ze hebben mij nog nooit eerder gezien. Dan komen ze binnen. En dan zeggen ze van, ik heb een afspraak met meneer Belfort. En dan denken ze van, oeps, als ik zeg van Gil Belfort, dan zeggen ze, ik had iemand anders verwacht. Wat schetsen ze? Wie hadden ze verwacht? Ouder of zo? Nee, misschien gewoon een Hollander. Ah. Of een Engelsman. Ja. En geen Suriname. Ja. Maar het heeft niet te maken met de naam. Gewoon, ze verwachten niet dat een Surinamer dit kan. Mm-hmm. Ja. Wat ik laatst heb gehoord vanuit Nederland, is dat er nog steeds discriminatie plaatsvindt. Heb jij dat ervaren? Ik laat mij niet discrimineren. Ah. Ik laat mij niet discrimineren. Okay. En Het zal wel geprobeerd hebben, maar ik laat het niet zo ver komen. Mm-hmm. En ik denk dat het ook is de manier waarop je je opstelt. Dus ik kan niet praten over discriminatie. Het gebeurt, maar ik heb er niet zoveel last van. Oh, gelukkig. Daar ben ik blij om, hoor. Want als je eenmaal in die samenleving of in dat land woont, moet je eigenlijk je aanpassen en mee kunnen gaan. Maar sommigen zeggen, ik kan er echt niet tegen. Ik heb laatst met een meneer gesproken, heeft gezegd, om de discriminatie ben ik teruggekomen naar Suriname. Ja, kijk, je moet ook wel je tactieken hebben. Mm. Kijk, dingen die, waarvan je al weet, omdat je een bruine huidskleur hebt, dat je weet dat het niet gaat lukken, dan laat je de witte man het werk voor jou doen. Mm. En wanneer hij dat gedaan heeft, dan heb je in elk geval ook wel weer je succes bereikt. Absoluut,
Absoluut. Dus dat is de manier waarop je bepaalde dingen moet gaan aanpakken. Mm-hmm. Dan gaan we even terug. Want om een bedrijf te beginnen heb je financiën nodig. Had je dat al klaar liggen? Ik ben begonnen met mijn eigen geld. Ik ben nooit naar de overheid geweest. Mm-hmm. Ik heb nooit iets gevraagd aan de Nederlandse overheid. Ik heb nooit wat gevraagd aan de bank. Ik had gewoon 1000 euro en daarmee zijn we begonnen. Ik heb op het moment dat ik wist van dit kan een succes worden, heb ik mijn moeder gebeld. En we zijn begonnen met 4 dozen, 6 dozen met ketchup. Okay. En op een gegeven moment werd het veel meer. Op een ander moment was het een 20 voet container, toen werd het een 40 voet container. Dus ik ben in principe nooit echt, ik heb nooit ergens wat geld gevraagd. Maar ik hoor wel support van de familie. Geweldig, geweldig. Mijn moeder die is inmiddels al een aantal jaar overleden. En mijn zus Maureen, die draait het bedrijf hier zo in Suriname. Oh. Zij doet gewoon alles. Ja? Zij zorgt ervoor dat de ketchup gekookt wordt, dat het gebotteld wordt, dat er suiker in het land, dat er suiker geïmporteerd wordt. Dus jullie bottelen zelf ketchup? Ja. Want ik dacht dat je ketchup liet halen en distribueren, nee? Nee, alles gebeurt hierin. Alle Surinaamse producten die ik verkoop, uh-huh, die worden allemaal gewoon hier in Suriname gemaakt en dan verscheept naar Nederland. Oké, en wat naast ketchup, wat nog meer? We hebben Javaanse sambal, we hebben de zouten ketchup, uh-huh, we hebben de masala, cassavebrood. Stroop. Okay. We hebben een mooie samenwerking met Interfood. Dus al de Interfood producten hebben wij. We hebben een aantal tip-top producten. Mm-hmm. Ik kijk naar mijn neef hoor. Ja. Die zit ook hier zo. Hij is de hulp van mijn zus. Ja. Dus, maar ik zag ergens een plaatje en ik zag Helen. Okay. Helen is de mevrouw die als eerst voor mijn moeder gewerkt heeft. Als eerste ketchup. Dus okay, alle eer aan haar. Dus we hebben ook gewoon de naam ook. Zij had ook meteen geloof in hetgene wat we zouden gaan doen. Helemaal mooi. Helemaal mooi. Dus jij zegt, het kan. Als je iets wil ondernemen, kan het. Ja, het kan. Ik, mijn bedrijf is het bewijs. Mm-hmm. Het voor kan. Jou geen drempels. Er zijn altijd challenges. Yes. Mm-hmm. Maar je moet weten hoe je dat overbrugt. Veel praten met mensen die ervaring hebben. Doordat ik in Miami een periode gewoond heb, weet je, dan kom je ook weer in aanraking met bepaalde mensen. En dan leer je dan ook weer. Ik ken bijvoorbeeld Raoul, die was van Walmart. Mm-hmm. Walmart 2028. Mm-hmm. En hij was een store manager. Het is een gigantische grote store. Mm-hmm. En dan ga je ook weer bij hem en dan geeft hij je ook weer van, let daarop, let zo, let daarop, doe het op deze manier. En dat is ook. En belangrijk is, je hebt geluisterd. Ja, en dan pas je het toe. Mm-hmm. Dan pas sommige je toe. Mensen, ach nee, ik weet het beter. Of... Nee, maar dat is een heel slechte mentaliteit. Als je dat hebt, dan kom je niet vooruit. Helemaal. Nou, Gail, het was heel leuk om je te hebben. Want het is goed om te praten met zulke mensen om de jeugd, maar ook de andere Surinamers te inspireren van als je voor iets wil gaan, kan het. Ja, dat is inderdaad zo. Ik heb je ook nog een paar dagen geleden verteld dat ik met Jules Wedderbos een gesprek zou hebben. Okay. Nou, en ik heb inderdaad het gesprek met hem gehad vandaag. En we gaan in elk geval samen, zoals hij altijd gedacht heeft en nog steeds denkt dat de jeugd heel belangrijk is, gaan we in elk geval proberen om jong Suriname die wil beginnen met een bedrijf, om ze ook te helpen. Want het ene moment, het ene bedrijf, als ik succes heb gehad, dan vind ik dat er ook andere... Oh, dat is nog mooier. Ja. Is niet zoiets van, luister, het is mijn terrein, ik ga niks delen. Of, nee, jij zegt... Nee. Why not?
ja, hoe meer zielen, toch? Hoe beter voor Suriname. En wat ik heel jammer vind, en dat is ook de reden waarom, hoor, waarom ik hem ook erbij wil halen of gehaald heb dan. Mm-hmm. Er zijn vele mensen, vele bedrijven hier in Suriname, die zijn, of ondernemers, die zijn niet bewust van dat ze 500.000 Surinamers die in Nederland wonen kunnen voeden. Mm. En dan praten we over 500.000, maar dan kunnen we 10% ook nog weer bijnemen. Dat zijn de mensen die affiniteit hebben met Suriname. Mm. Dus als je 500.000 mensen buiten Suriname kan voeden, waarom grijp je de kans niet? Yes. Ja. En nu kun je zeggen, Gil heeft het gedaan, dus anderen kunnen dat ook. Klopt. Ja. Maar over meneer Weidenbos gesproken, ja. Hij is nu al op leeftijd en nog still going strong. Nog still going strong. Als je met hem praat, is het altijd weer nog de jeugd, de jeugd, de jeugd, de jeugd, ja, de jeugd. Jeugdparlement, we weten klopt, het, hè? De klopt. Youth Ambassadors, klopt, allemaal, klopt. Zijn ideeën. Klopt. Nou, klopt. Ik vind het mooi dat hij nog steeds denkt aan onze jongeren en ja. Steeds iets wil doen. Klopt. Dus concreet, vertel de samenleving, wat wordt het dan? Het is nog in de startblokken. Ah. Het is nog in de startblokken, maar we gaan in elk geval proberen om de serieuze jonge Suriname die echt wil, gaan we in elk geval helpen om hun product dat zij hebben, dat ze maken, om het te exporteren. Nou, ik denk dat er een heleboel jonge Surinamers zijn die blij zullen zijn met dit initiatief ja. En er ook voor zullen gaan. Nou, tot slot, aan jou, talk to the people. Wat vertel je de jongeren, wat vertel je Suriname? Jong Suriname, ja, laat maar zo zeggen, jong ondernemend Suriname. Ik zou zeggen, als je dingen wil, als je iets wil ondernemen, wacht niet op een regering. Wacht niet dat een regering jou geld gaat geven om iets te ondernemen. Want die regering die gaat jou niet helpen. Die denkt aan andere dingen. Je bent een kleine man en ze denken van het gaat toch niet lukken. Dus probeer heel serieus dingen op papier te zetten en ga goed om met je geld. En geef niet op. En denk niet aan morgen, maar denk aan een jaar later. Waar wil je zijn? En als je op die manier denkt, dan denk ik dat je het wel zal halen. Nou, geweldig. Dankjewel. Mag ik je heel veel succes toewensen? En wanneer ben je er weer? Want dan gaan we weer praten over dat plan, toch? Om te kijken of het al ja. Gestald heeft gehad. Oké. Okay. Zo gauw wij terug zijn, gaan we het een en ander verder uitwerken. En dan ben ik hopelijk weer binnenkort in Suriname. We zullen je verwelkomen. Oké, bedankt. Heel veel succes. Kijkers, dat was dan het heel interessant gesprek met een oud ATV'er, ja, Gil Belfort. Eigenlijk moest je er ook zijn, straks is ATV jarig, hè. Maar hij gaat weer terug naar Nederland, waar hij een heel goed draaiend bedrijf heeft. En u heeft het gehoord, hoor. Hij is ermee gestart. 15 jaar na dato is het bedrijf er nog en het gaat ook naar grotere hoogte. Dus waar er een wil is, is er een weg. Maar u hoort het met de oud-politicus, de heer Gil Weidenbos. Zijn er plannen om de jonge ondernemers te ondersteunen? Ik roep ze allemaal bij deze op begin je scherp te zetten. Want als dat plan er echt is, moeten jullie allemaal er invulling aan geven. Nou, ik wil u bedanken voor het willen kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. Heeft u het net gemist? De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Tot volgende week. Goeiedag.